Het is echt heel erg precisiewerk en je bent hier echt uren mee bezig. En hij ziet er op de verpakking wel iets spectaculairder uit dan in het echt. Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag is het weer tijd voor een Action Shop vlog. Ik heb hier twee flinke tassen en ik ga je laten zien wat er allemaal in zit. Als je het nog niet gedaan hebt, abonneer je dan zeker even op mijn kanaal. Het kan helemaal gratis en kan hier beneden op de rode abonneren knop. En we hebben net de 26.000 abonnees behaald, dus heel erg bedankt daarvoor. En wil je naast YouTube nog meer leuke content, dan kan je me ook volgen op Instagram en TikTok. En ik ga je zo meteen eerst eventjes kort meenemen in de Action. Dan ga ik wat leuke beelden laten zien van de dingen die ze nu in de winkel hebben. En daarna ga ik laten zien wat ik zelf allemaal gekocht heb. We zijn weer in de Action en deze heb je hoogstwaarschijnlijk wel voorbij zien komen op social media. De volgende had ik nog niet eerder gezien, maar dit zijn vaccinelichthoudertjes en houders voor dinerkaarsen. Ik vond deze qua vorm en qua kleur en zo heel erg leuk en heel erg vrolijk. Uiteindelijk heb ik deze dan niet meegenomen. Ook zag ik nog deze hele mooie dinerkaarsen in verschillende kleuren en ook nog met leuke patroontjes erop. In drie verschillende soorten en ook kleuren. En daarna ging ik verder naar de keukenafdeling waar ze ook zoveel leuke nieuwe dingen hadden. Ik zag heel veel handige opbergbakjes voor in de keuken natuurlijk, maar bijvoorbeeld ook voor je make-up stash. Ze hadden echt super veel leuke handige bakjes, bijvoorbeeld deze vond ik er heel erg handig uitzien. Maar ook deze speciaal voor groenten en fruit bijvoorbeeld. Qua apparatuur hadden ze ook heel veel leuke en handige dingen. Ik vond eigenlijk vooral dit mini wafelijzer heel erg leuk. Die waren in verschillende soorten pasteltinten. Dit leek me ook heel erg handig om een cake of zo in te bakken. En ze hebben nu tegenwoordig ook stoupservies. Dat is eigenlijk best wel prijzig servies, maar daarvan hadden ze meerdere soorten. Dit potje met het kleine cupcakeje erop vond ik heel erg schattig. En verder hadden ze heel veel leuke soorten servies en ook heel veel leuke peper- en zoutstelletjes. Het zijn wel kleine peper- en zoutstelletjes, maar ik vind het er wel schattig uitzien. Uiteindelijk niet meegenomen, want we zijn het niet nodig. Of deze met bijvoorbeeld marmer en goud ziet er ook super chic uit. Ik vond deze cocktailglazen nog wel even een leuke tip. En deze theemok vond ik ook heel erg leuk. In vorm van een hartje, gelijk met een theehouder erbij en een klein schaaltje. Heel erg leuk om cadeau te geven bijvoorbeeld. Deze onderzetters vond ik ook wel wat hebben. Heel erg leuk en ook wel heel erg uniek en een beetje speels. Bij de Action hebben ze ook heel veel leuke dingen voor thee. Waaronder deze theepot. Die vond ik echt heel erg leuk eruit zien. Ze hebben verder ook nog andere leuke glazen. Bijvoorbeeld deze met een bamboedeksel. Of deze glazen vind ik zelf ook heel erg leuk. We hebben hier toevallig een setje van in huis staan. Hier zie je bijvoorbeeld nog eentje voor to go en hier nog andere handige theeglazen. Deze theeglazen heb ik al een keer eerder laten zien in mijn vorige Action Shop vlog. En ze hadden weer heel veel leuke nieuwe voorraadpotten. Voor de lente hadden ze ook weer veel leuke bijpassende kussentjes met allemaal bloemetjes. Een gele, een groene en ook nog eens een roze. Ik zocht naar de welbekende neppe tulpen, maar die waren helaas overal uitverkocht. Zag ik nog deze leuke kaartjes met diamond painting en ook hier kan je heel erg creatief mee bezig zijn. Ze hadden weer nieuwe setjes. Dan zag ik ook nog deze droogshampoo die me niet bekend voorkomt. En qua schoonmaakmiddel zag ik deze keer heel veel van de Pink Stuff. En ook uiteraard de Scrub Mommy en de Scrub Daddy. Zag ik ook nog deze hele handige en leuke opbergmandjes in veel verschillende kleuren en ook veel verschillende maten. Hierbij krijg je gelijk 3 maten in 1. En deze wat grotere, die is net even iets steviger en die had je ook in verschillende maten. Qua beauty zag ik dit nog speciaal voor je haar. En dit is ook wel heel handig om je steltang bijvoorbeeld op te leggen. En over steltang gesproken, dit zag er ook wel heel erg handig uit. En tot slot zag ik dat ze bij de Action ook een boob tape hebben. Ja, had ik nou dingen nodig van de Action? Ja, eigenlijk niet. Maar ja, je kent het wel. Je ziet wat leuke dingen voorbij komen op internet. En je kijkt af en toe in de Action app. En ik zag weer wat leuke dingetjes. En ik ging toch weer even langs. En uiteindelijk ga je dan altijd weer met meer naar huis als dat je gepland had. In ieder geval, dat heb ik echt altijd. Ik ga heel willekeurig dingen laten zien. Ik heb wat schoonmaakdingetjes gekocht. Wat interieurdingetjes. Wat beauty dingetjes. Dus ik ga voor nu even beginnen met beauty. Want ik zag namelijk deze in het beautyshop. Dit is een anti-frizz stick. En dit is zo'n stick. Ik ga hem eventjes openmaken. Maar als je bijvoorbeeld een hele strakke staart draagt of een strakke knot of zo, dan heb je wel eens van die losse haartjes voor.
En hiermee kan je die losse haartjes weer een beetje plat maken tegen je hoofd aan. Dus dan kan je zo'n heel sleek effect krijgen. Dan zul je misschien denken, waarom heb ik dit überhaupt gekocht? Want je ziet me altijd met los haar. Maar als ik naar de sportschool ga, dan draag ik sowieso natuurlijk een strakke staart of een knotje of zo. En ik vind het dan ook wel weer leuk dat nu ik juist weer naar de sportschool ga en een strakke staart en een strakke knot draag, om dan juist op die momenten weer even te experimenteren met hoe ik nog meer een knotje of zo kan dragen. Volgens mij is het alleen wel een beetje hetzelfde als een soort van wenkbrauwgel. Want het heeft een beetje eenzelfde soort kwastje. En hiermee kan je gewoon haartjes zo strak langs je hoofd maken. Ja, ik zie hier nu ook op de verpakking staan ook te gebruiken voor je wenkbrauwen. Dus het is gewoon letterlijk een wenkbrauwgel. Maar ik ben wel heel erg benieuwd of het gaat werken. Dan heb ik nog iets anders gekocht bij de Action. En dit is weer iets heel erg creatiefs. Ik heb dit denk ik 2-3 jaar geleden ongeveer. Heb ik iets vergelijkbaars, heb ik ook gekocht. Want dit is namelijk een do-it-yourself. En dit is eigenlijk een soort van miniatuurhuisje die je zelf kan gaan maken. Het is echt heel erg precies. En je bent hier echt uren mee bezig. Maar toen ik dit een paar jaar geleden had gemaakt, vond ik dat echt heel erg leuk en heel erg rustgevend om te doen. Ik vind het heel erg leuk om met dit soort dingen creatief bezig te zijn, maar ik neem er niet echt heel vaak de tijd voor. Maar wat ik een beetje bij de Action eigenlijk heb, het gaat daar zo snel met hun collecties. Dus ik zag deze weer staan en ik zat echt te denken, waarschijnlijk ga ik het niet op de korte termijn gebruiken. Maar ja, als ik over een paar maanden bijvoorbeeld denk van, oh ja, het lijkt me nu wel leuk om zo'n soort huisje, zo'n soort kamertje te maken, ja, dan is het er vaak gewoon niet meer bij de Action. En dit soort miniatuurhuisjes, als je dat online opzoekt op bol.com of zo, dan is het echt best wel prijzig. Want nu bij de Action is het minder dan 10 euro. Volgens mij iets van 8 of 9 euro. En bij bol.com bijvoorbeeld is het al snel iets rond de 40 euro. Dus ik heb weer twee hele leuke om in elkaar te zetten. En dit is een boekenwinkel. Ziet er echt heel schattig uit. Ik denk dat het heel veel werk gaat kosten om al die boekjes en zo te maken. Er zit zelfs ook nog een lampje in. En ik heb dus ook nog een groentewinkel. En deze ziet er ook echt weer heel erg leuk uit. Ik kan hem wel even openmaken om even te laten zien wat er allemaal in zit. De eerste keer zat ik namelijk echt met vraagtekens van hoe ga je dit dan doen? Je hebt hier uiteraard een boekje en daar heb je echt alle stappen in. Het zijn er echt super veel. Je bent er echt heel lang mee bezig. En het verschilt een beetje per kitje, maar dit heb je er bijvoorbeeld in zitten. Dit zijn echt allemaal verschillende soorten materialen. En dan heb je hier zo te zien nog iets van verf, denk ik. Dit is dus voor het lampje. Dat moet je ook zelf doen. Dit zijn allemaal houten plankjes die je dan weer in elkaar moet zetten. En dan heb je hier allemaal papiertjes die je dan weer uit moet knippen. En dat moet je dan vaak weer ergens opplakken. Of ja, je moet er iets mee doen. Ze hebben regelmatig weer nieuwe soorten bij de Action. Dus ik zag deze twee en ik dacht, ik neem ze sowieso mee. Dan heb ik ook nog weer iets heel erg praktisch voor in huis. Dat is namelijk deze Swiffer 3D Clean. Ik vind de Swiffer Duster vind ik echt heel erg fijn werken. Maar ik zag deze nu bij de Action liggen. En ik ga hem even openmaken. En hij ziet er op de verpakking wel iets spectaculairder uit dan in het echt. Maar ik dacht, de normale Swiffer Duster heeft eigenlijk alleen aan één kant echt een beetje zo'n, ja, ik weet niet eens hoe je dat noemt, maar die heeft eigenlijk alle dingetjes aan één kant. En dit is dus echt zo'n 3D, dus deze heeft aan beide kanten, ja, al die friemeltjes om dingen mee af te stoffen. En dat leek me eigenlijk vooral heel erg handig voor de jaloezieën, want dat is het enige waarvan ik echt denk, hoe maak je die dingen gewoon makkelijk en snel schoon? Dus ik ga even kijken of dit werkt en wat hier heel erg fijn aan is, is dat het zo'n extra lange is. En ik zit nu wel te denken, we hebben al zo'n lange stok van Swiffer voor de normale duster. Maar ik dacht dat dit een heel ander ding was. Maar we hadden eventueel gewoon dezelfde stok kunnen houden met andere, ja, hoe noem je dit? Andere navullingen. Dus als je zelf ook al zo'n Swiffer hebt, dan hoef je dus niet zo'n hele stok weer opnieuw te kopen. Maar ik heb dus ook maar gelijk van die navullingen gekocht. Maar als je nog andere tips hebt om jaloezieën goed, makkelijk, stofvrij te maken, let me know. Ik heb ook weer twee van deze nieuwe sponsjes. Een Scrub Daddy en een Scrub Mommy. We hebben deze momenteel ook en ik vind ze heel erg fijn werken. Ik gebruik ze echt voor alles en nog wat. Ik doe ze heel vaak of in de vaatwasser of in de wasmachine. Maar we gebruiken ze nu echt al wel een hele tijd. En ik merk gewoon dat ze iets, ja, minder mooi worden of zo. Of iets minder stevig. Ze doen het in ieder geval ietsjes minder goed. Dus ik heb er even van allebei een nieuwe gekocht. En deze kan je gebruiken met koud water en warm water. Het ligt net een beetje aan wat je echt ermee wil schoonmaken. Ik vind het echt mega fijn werken en het ziet er ook nog eens heel erg leuk uit.
En deze heeft dus een beetje zo'n scrub-achtige kant. Maar de achterkant hiervan is dus wat zachter. Wat ook heel fijn werkt voor weer ander materiaal. Dus deze zijn echt top. En heel blij dat deze ook bij de Action te koop zijn. Ik denk dat je deze wel op social media voorbij hebt zien komen. Ik heb het namelijk super vaak gezien. Ze hebben namelijk nu Staubservies bij Action. En het schijnt een best wel duur merk te zijn. Maar ik zag het bij de Action in de winkel liggen. En ook bij de Dirk. En in één keer zie ik het gewoon echt overal. Maar ik heb deze hele mooie grote schaal gekocht. Of kom. Of ja, hoe je dit ook wil noemen. Ik vind dit echt een hele mooie schaal. En gewoon ook qua kleur past het gewoon echt perfect bij ons in het interieur. Hij ziet er kwalitatief echt super goed uit. En zulke soort schalen, ja, hebben niet heel veel. Dus ja, ik dacht, ik neem deze gewoon mee. Ik was dus ongeveer 2 weken geleden bij de Action. En vanochtend dus weer. En toen zag ik in één keer niks meer van het staubservies. Dus het zou best zo kunnen zijn dat dit in één keer gewoon super hard gaat. En dat het gewoon al bij sommige filialen uitverkocht is. Dus ik hoop, als je nog naar de Action wil, dat ze het misschien nog wel hebben. Of misschien nog bij de Dirk filialen. Dan heb ik ook nog van deze nieuwe Aqua markers gekocht. En deze vind ik heel fijn voor mijn agenda. Je kan deze natuurlijk gebruiken om te gaan tekenen. Hij heeft namelijk 2 verschillende kanten. Een hele fijne kant die wat ja, strakkere lijntjes maakt. En eentje wat meer een soort van kwastje heeft. Maar ik vind deze heel erg mooi voor in mijn agenda. Ik heb deze momenteel ook al, maar dan in andere kleurtjes. Maar ik zag nu deze met wat meer roze-achtige kleurtjes. En toen dacht ik, nou, ik vind dat eigenlijk ook wel heel erg leuk voor mijn agenda. Je ziet hier even een shot van hoe ik mijn planning maak. En ik gebruik best wel vaak een leuk kleurtje. Eigenlijk voor mijn werk gebruik ik weer een ander kleurtje dan voor privé of voor sporten bijvoorbeeld. Dus ik vind het heel erg leuk om zulke soort ja, kleurtjes met elkaar te mixen. Dus ik heb gewoon weer wat leuke, nieuwe, vrolijke kleurtjes. Dan heb ik ook nog deze doekjes gekocht. En ik had deze een paar maanden geleden ook gekocht. En ik vind ze heel fijn werken. Dus ik wil gewoon graag even een extra pakje hebben. Zodat het wat makkelijker is met de was. Hier zitten 7 van die doekjes in. Maar met de was doen en zo vind ik het net even wat fijner om iets meer op voorraad te hebben. Maar wat hier nou eigenlijk gewoon zo fijn aan is. Ze zien er super leuk uit natuurlijk met de kleur. Maar het zijn hele mooie grote doekjes. Ik vind het echt heel erg fijn om hier dus mijn gezicht mee te reinigen. En tegenwoordig gebruik ik alleen nog maar van zulke soort wasbare... Ja, dit is dan weer geen wattenschijfje. Het is weer wat groter. Maar van zulke soort wasbare doekjes. Ik heb ook best wel veel wattenschijfjes van de Action die ik weer kan wassen. Die vind ik ook heel erg fijn werken. Maar ik vind deze gewoon heel erg fijn voor het gezicht. Uiteraard ook voor de ogen, maar ja, deze doekjes zijn gewoon echt top. Dus ik nam weer een extra pakje mee. Ik zag bij de ingang dat ze deze momenteel in de aanbieding hebben. Dit zijn heat pads. Dit zijn soort van stickers die je op je kleding kan plakken wat warmte afgeeft. En je ziet het hier al met een plaatje op de rug. En ze hadden ook nog weer andere versies voor andere delen van het lichaam. Maar ik heb gewoon nog steeds best wel vaak last van mijn onderrug. En soms is het dan gewoon heel fijn om daar dan iets warms te hebben. Bijvoorbeeld zo'n verwarmd kussen wat ik laatst had gekocht bij Kruidvat. Maar ik dacht, nou, dit is gewoon heel erg fijn denk ik om gewoon even hier te hebben liggen. Als ik dan echt weer denk, ik heb weer last van mijn onderrug. Dat ik denk, oh, ik wil wel even wat warms hebben. Dan kan ik gewoon dit gaan proberen. Heb ik ook nog heel saai van zulke brillendoekjes om je bril mee schoon te maken. Geloof het of niet, maar 5 dagen in de week heb ik dus een bril op. En dit zijn van die hele handige brillendoekjes. En ik zie de reacties al verschijnen. Dit kan zorgen voor krasjes op je bril. Ik weet dat het daar inderdaad voor kan zorgen. Maar ik ben best wel veel onderweg en ik ben best wel vaak op kantoor. En ik vind het dan gewoon heel erg fijn om zo'n brillendoekje gewoon in de tas te hebben. Het is gewoon heel klein en compact en makkelijk om mee te nemen. Ik vind het gewoon veel makkelijker om mee te nemen dan echt zo'n flesje met een doekje en zo. Dus ik nam hier weer een extra setje van mee. Zag ik ook nog deze superleuke geurkaars. Ik vond deze vooral heel erg leuk vanwege de verpakking. Het is namelijk een transparant glas met allemaal bloemetjes aan de zijkant. De geur is ook wel echt heel lekker. Hij ruikt een beetje naar bloemen. Maar de Action geurkaarsen koop ik eigenlijk vooral omdat ze er gewoon mooi uitzien. Ik heb hier op de achtergrond, dat is nu een beetje wazig, maar daar heb ik ook een geurkaars staan van de Action. Ik denk dat deze momenteel zelfs nog wel te koop is, maar dat is deze. Maar ik vind deze gewoon heel erg mooi staan op de achtergrond van mijn filmpjes. In dit geval zie je het niet echt heel erg, maar ook met foto's maken en zo vind ik het gewoon een mooie kaars om te zien. Ik heb natuurlijk ook wel veel geurkaarsen die ik wel brand, maar die zijn weer van andere merken. Ik vond deze gewoon heel erg leuk en heel erg lenteachtig. Ze hadden hier ook meerdere soorten van. En ik zag ook nog dit schattige kleine kaarsje en ook deze vind ik gewoon heel erg leuk om gewoon weer ergens naast te zetten. Hij ruikt ook echt wel weer prima, maar waarschijnlijk ga ik hem gewoon leuk ergens neerzetten. Heb ik ook nog een handig bakje gekocht. Ik had deze al een keertje eerder gekocht in een ander kleurtje en die bevalt me gewoon heel erg goed. Dus ik dacht, ik koop gewoon eentje extra.
Gewoon heel erg handig om bijvoorbeeld fruit mee te nemen naar kantoor. Het is gewoon een heel makkelijk klein bakje. Bevalt me heel erg goed, dus ik heb gewoon nog eentje gekocht. Van de Pink Stuff hebben ze ook heel erg veel bij de Action. Ik vind dat gewoon super fijn schoonmaakmiddel. Het werkt voor mij heel erg goed, maar het ziet er ook nog eens heel erg leuk uit. Ik had deze nog niet eerder geprobeerd, maar ik zag dit en ik dacht, het spreekt me wel echt heel erg aan. Dit is namelijk de Miracle Floor Cleaner Spray. Het lijkt me echt heel erg handig voor snel eventjes tussendoor. Want deze kan je gewoon sprayen op de grond en daarmee kan je met een mop, zeg maar, kan je er overheen. En dan kan je het gewoon eventjes snel kort dweilen slash schoonmaken. Het zal misschien iets minder goed schoonmaken als dat je daadwerkelijk echt een sopje maakt. Maar het leek me wel gewoon echt heel erg handig voor eventjes snel de vloer dweilen. Als je meer van de Pink Stuff hebt, dit is wel echt zo'n typisch geurtje als ook de andere producten. Heb ik ook nog deze gekocht en dit is speciaal voor mijn computer. Want ik heb een computer met alleen maar USB-C, wat gewoon heel erg irritant is op sommige momenten. Dit is even zo'n adapter van USB-C naar gewoon USB en dus ook andersom. Ik heb er wel een aantal, maar die zijn echt best wel klein. En dit is nog eentje met een beetje een kabeltje, dus dat leek me ook wel heel erg handig. En bij de Action zijn zulke soort dingen echt super goedkoop. En dit waren alweer al mijn aankoopjes van deze keer. Geef deze video een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Vergeet je niet te abonneren en dan zie ik je graag volgende week weer. Doei doei!